Hey, leuk dat je kijkt. Massimo hier, BusinessNL. Wellicht op via online, via LinkedIn, wellicht via televisie. En vandaag ga ik het hebben over hoe denkt een koper anno 2019? De vraag die ik vaak krijg op LinkedIn is: Massimo, wat moet ik nu plaatsen om te zorgen dat mijn doelgroep mij leuk gaat vinden? Of dat ze aanvragen gaan plaatsen? En de antwoord wat ze direct terugkrijgen is: weet je dat niet? Weet je niet wat je koper nodig heeft om de juiste beslissing te nemen? Ik denk dat de winnaars degene zijn die anders durven te denken. Die interviewen, die hun klanten interviewen, die bezig zijn om het anders te doen dan anderen. En dat is ontzettend belangrijk om de juiste content te maken, zodat ze jou kunnen gaan vertrouwen. En zelf heb ik dat gedaan door bijvoorbeeld te ontdekken dat mensen op LinkedIn Sales Navigator gebruiken, de premium versie van LinkedIn, en dat het heel erg stagneert, dat het veel tijd kost, et cetera. En daar ben ik content voor gaan maken om ze daar doorheen te helpen. Dat resulteert in omzet en klanten. Denk daarover na. Bereid je interview goed voor en plaats een fundament.